Naast Job van den Berg, onze vaste tafelgast, hebben wij de jongste speler uit Excelsior 1. En niet alleen is hij speler in Excelsior 1, maar ook nog trainster van Excelsior D1. Lisanne Halbe, Lisanne, welkom. Goedenavond. Jullie hebben vandaag helaas verloren van Unitas met 19-13. Wat is jouw eerste reactie op die wedstrijd? Ja, jammer. Maar, Verdiende nederlaag? Ja. Jawel, ja, terecht verloren, maar als je de kansen niet afrondt, dan is het moeilijk om te winnen, dus dan is het een terechte nederlaag. Ja. Ja. Nog heel kort doorgaan op die wedstrijd tegen Unitas, 13 doelpunten, veel uitslagen gezien in de hoofdklasse, maar dit is natuurlijk wel heel erg dramatisch. Ja. Waar heeft het aangeleven? Zijn niet de juiste mensen uitgespeeld? Of was het ook een stuk pech? De kansen gingen er niet in. De communicatie is gewoon niet altijd sterk geweest. De variatie in het spel ontbrak. En dat alles heeft het gewoon naar deze uitslag gebracht. Ja, en zelf heb ik de wedstrijd mogen zien. Wat ik zag, wat mij opviel, was dat Unitas een stuk verder was. Hoe was het in het veld? Ze waren wel feller, maar onze inzet wordt wel naarmate de wedstrijden wel feller. Je mist gewoon een aantal dingen die ik net al opnoemde. Dat zorgt er gewoon voor dat bij hun alles goed gaat en bij ons dat wij dat net missen. Okay. Ja, kort na de wedstrijd hebben we ook Reinier van de Hoep even een paar vragen gesteld en daar gaan we nu even naar kijken. Reinier, vandaag opnieuw verloren, vandaag tegen Unitas. Waar lag het aan vandaag? Ja, de eerste helft ging wel redelijk. Vlak voor rust 4 punten achter. De tweede helft wilde eigenlijk achter de feiten aanlopen. Niet meer gescoord, we scoren gewoon te weinig. We blijven steken op 13. Te veel kansen gemist. En het laatste kwartier eigenlijk niet meer aan de bak gekomen. Oké. Unitas stond laatste. Die gaan jullie nu voorbij. Ja. Is er nog hoop om degradatie te ontlopen? Hoop wel. Maar je zal 4 van de laatste 5 wedstrijden moeten winnen. En daar geloven we nog steeds in als selectie? Ja, anders kan je beter dan meteen stoppen. Oké. Dan bedankt. Uit de reactie van Reinier komt eigenlijk naar voren dat de strijd nog niet gestreden is. Dat er nog een hele kleine kans is om in de hoofdklasse te blijven. Hoe vind je dat zelf? Nou, zeker. We hebben zeker nog kans. We gaan er gewoon allemaal voor 100% voor. En ik heb er nog wel vertrouwen in dat het nog wel moet goedkomen. Dus. Oké. Okay. Ja, laten we hopen dat jullie nog voor een flinke stunt kunnen zorgen. Dan kunnen we tenminste nog met opgeven in de hoofdklasse uit. Twee puntjes, dat is een beetje matig. Dan gaan we nu verder met een van de nieuwe onderdelen die we vorige week gestart zijn. Dat is Job in de aanval. Ja, nieuwe Job in de aanval. Zoals van net in de vorige aflevering. Ik vuur 10 stellingen af op onze gast. En deze mag met ja of nee beantwoorden. Of eigenlijk moet deze met ja of nee beantwoorden. En na afloop van de 10 stellingen is er korte tijd om even kort te reageren op een stelling om even op terug te komen. Dus laten we gelijk beginnen met de eerste stelling. Mijn hoogtepunt tot nu toe in mijn carrière was het NK met Excelsior A1. Ja en nee. Ja, mag het ook? Ja, dan komen we voor één keer mag het. Dan komen we daarna de stelling nog even op terug. Nou ja, want het was een heel gaaf toernooi. We hadden een goed resultaat daar en alles was gewoon goed. Dus dat was zeker een hoogtepunt voor mij. Wat ook een hoogtepunt voor mij was, dat was vorig jaar. De kampioenschap met Excelsior 1. Oké, okay, dat is duidelijk. Tweede stelling dan gelijk door. Ik speel nu op de top van mijn kunnen.
Nee. Nee. Korfbal komt bij mij op de eerste plaats. Niet altijd. Nee. Ik ben op te jonge leeftijd in Excelsior 1 gekomen. Nee. Ik speel met plezier in Excelsior 1. Ja. Ik moet vaker een grote mond opzetten als iets niet goed gaat. Ja. Niemand, maar ook niemand, pakt mij mijn vrije bal nog af. Ja. Ik scoor dit jaar nog te weinig. Ja. Ik ben onmisbaar voor Excelsior 1. Nee. In de laatste stelling, ooit maak ik de stap naar een grotere club. Dat weet ik niet. Dat weet ze niet. Nee. Ik heb het algemeen vrij directe antwoorden. Dus vrij zeker van je zaak. Maar alleen de laatste stelling eigenlijk, ooit maak ik de stap naar een grotere club. Het is toch een optie? Nou, daar denk je soms wel over na. Maar nu, nu nog niet. Maar misschien ooit, dan als de kans er ligt, dan wil ik daarover nadenken. Oké, dan hebben we nog een aantal andere vragen voor je voorbereid, waar je meer een reactie op kan en mag geven. De eerste vraag is eigenlijk, vind jij Jorrit Ekermans de ideale opvolger van Frits Wip? Ja, voor nu wel. Ik denk dat Jorrit een goed iemand is om voor Excelsior 1 te zetten. Ik heb wel eerst getwijfeld, maar nu ik hem zo met twee bezig zie en ik heb hem altijd wel een goede speler gevonden, dus ik heb er wel vertrouwen in. Nou, wat zijn dan de grootste valkuilen als je Jorrit voor de groep zet? Ik hoop dat hij geen voorkeursrol heeft. Ik hoop dat hij ieder gelijk behandelt. Ik hoop dat hij mensen positief benadert. En ik hoop gewoon dat hij wat hij in het veld heeft laten zien, dat hij dat ook gewoon bij ons terugbrengt. Dus ik hoop dat zijn tactiek gewoon, ik vind de tactiek wel heel goed. En denk je dan dat het Excelsior 1 ook weer een stuk beter zou maken als hij, kijk, wat wij van hem zien is dat hij een spelletje speelt waarbij iedereen zo tot zijn kans moet komen. En waarbij je niet uit moet gaan van één of twee spitsen. Is dat denk je het spelletje wat Excelsior weer terug moet brengen? Ja, daar ben ik het wel eens. Ja, ik vind Excelsior 1 nu een team dat van alle kanten kan scoren en dat laten we nu te weinig zien. En ik denk dat Jorrit dat er wel in kan brengen. Er wordt nu te veel op een speler per vak gespeeld eigenlijk. Ja, te veel. Ja, en als dat niet lukt, dan gaan we er eigenlijk mee door, terwijl we dan zouden moeten variëren. Oké. De volgende vraag. Er moet de ploeg gebouwd worden met eigen jeugd? Of vind jij toch dat er spelers van buitenaf moeten komen? Als een speler meer waarde heeft of toegevoegde waarde, dan vind ik dat goed. Maar als eigen spelers ook gewoon goed genoeg zijn, dan vind ik dat je eigen jeugd voor moet laten gaan. Ik vind dat je eigen jeugd dan kans moet geven om te laten zien waar ze in huis hebben. Dus. En denk je dat op dit moment genoeg potentie in de jeugd zit, mocht er bijvoorbeeld volgend jaar al gaten gaan vallen in de selectie, om die op te gaan vullen? Nou, in ieder geval in twee denk ik wel, dat er een aantal mensen die plekken op kunnen vullen en voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik heb niet echt over nagedacht. Oké. Dan de laatste vraag die we nog eigenlijk zouden stellen. Wat is belangrijk voor jou? Het plezier in het korfbal of het resultaat? Moeilijke vraag. Ik vind plezier wel heel belangrijk. Want ik vind dat je met plezier naar je sport toe moet gaan. En dat maakt het dan ook leuk en daardoor ga je ook beter korfballen. Maar ik vind resultaat ook wel ook belangrijk eigenlijk. Oké. Ja, er is Jorrit een trainer die puur voor het resultaat gaat. En daar soms best wel ver in gaat.
Denk je dan dat dat alsnog de ideale training is om ook dat stukje plezier terug te brengen of nog uit te bouwen? Ja, in het veld vind ik dat niet erg dat je puur voor resultaat gaat, als je buiten het veld maar wel leuk met elkaar om kan gaan. En denk je dat Jorik daar de ideale man voor is, of zou er nog iemand voor naast moeten komen om ook dat stukje te regelen? Ik zou wel over nadenken om iemand ernaast te zetten. Oké. Ja, het liefst een vrouw. Ja, een vacature gelijk. Ja, dan kunnen we meteen straks even een oproepje laten doen. Dan gaan we nu weer verder met het tweede nieuwe onderdeel wat we vorige week zijn gestart. Vorige week hebben we Bob op pad gestuurd. Een nieuw onderdeel binnen Excelsior Café. Vorige week moest Marien 5 schoten los vanaf de tribune. Hij wist van de 5 schoten 1 doelpunt te maken. Deze week was het de beurt aan Nathalie de Vrede om dat te verbeteren, om Marien van de eerste plek af te stoten. We gaan kijken of het is gelukt. Welkom bij aflevering 2 van Bobby's Ballen. Met vandaag deelnemer nummer 2, Nathalie de Vrede. Welkom, we zijn nu naar boven verhuisd bij Nathalie de Vrede. Vorige week had Marien Ekelmans 1 goal gescoord. Nathalie heeft al gezegd dat ze dat waarschijnlijk gaat verbreken, dus ze gaat er het best voor doen. We beginnen eerst met de eerste vraag. Je hebt 2 jaar terug de overstap gemaakt naar Excelsior. Waarom? Waarom? Ja, ik heb 19 jaar bij Fortuna gekorfbald. Ik vond zelf dat ik een keer een switch moest maken. Ik was daar gestopt en ik had zoiets van... een keer wat anders. Andere mensen, andere omgeving, andere manier van korfbal. Dus makkelijkste keuze is dan toch Excelsior. Ook omdat ik daar al toch redelijk vaak ben geweest. En veel van Fortuna ook die keuze hebben gemaakt. Dus vandaar. Nou, mooi antwoord. Tijd voor poging nummer 1. Shit. Helaas. Dat is de eerste misser. Vraag 2. Wat is jouw sportiefste hoogtepunt in je sportieve carrière? Ik heb vroeger in jeugdteams heb ik op NK's gestaan. En toen ik in de A2 zat, toen speelde de A1 in Ahoy. Toen heb ik reserve gestaan. Dat vond ik wel echt heel gaaf om dat mee te maken eigenlijk. Ja. Mooi. Nog een keer? Poging 2. Nee. Volgend jaar, je zit nu natuurlijk in Excelsior 1, maar wat zijn jouw ambities binnen Excelsior voor dit jaar en volgend jaar? Ik speel nu nog niet zo heel lang de wedstrijdjes in 1. En ja, ik wil toch nog wel heel veel meer leren. Aanvallend, verdedigend, qua team. Dus dat is voor mij wel een streven om toch elke keer toch het beste uit jezelf te halen. Oké. Okay. Ja! Ja, jullie zagen hem niet! Hierbij is al gelijke stand. Volgende vraag. Ja? Oké. Nu ga ik voor de 2. Excelsior 1 gaat zich dit jaar handhaven, ja of nee? Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken. Gaan we moeilijk worden of denk je dat het. Het is wel moeilijk. We hebben op dit moment hebben we niet zo heel veel gewonnen. Maar ik denk wel dat we gaan er wel in blijven. Ik bedoel, okay. We gaan echt wel hard knokken ervoor. Dat is een mooie streven voor poging 4. Okay. Laatste. Dan eindigen we met de laatste vraag. Je komt bij Fortuna vandaan. Ja. Denk je dat je ooit nog terug gaat naar Fortuna? Jeetje, dat is moeilijk. Nee, ik heb... Fortuna is mijn clubpie. Zit in mijn hart. Ik heb daar altijd gekorfbald. En heel mijn familie ook. Opaatje en omaatje daar natuurlijk altijd. Alleen op dit moment voel ik me het prettigst bij Excelsior. En als ik me zo blijf voelen hier, dan ga ik niet terug. Maar ja, you never know. Je weet niet hoe het loopt. Nou, laatste poging. Okay. Nee. Oh, nog niet. Hierbij dus ook Nathalie Vrede, 1 uit 5. Gelijke stand met Marien Ekelmans. Volgende week hopen we iemand anders die wel de tweede 3 gaat schieten. Tot volgende week.
Nou, door het ene doelpunt van Nathalie de Vrede staat ze nu samen met Marien Ekelmans aan kop van Bobby's ballenklassement. Dus dat belooft nog een hele spannende strijd te worden de rest van dit seizoen. Lisanne, bedankt voor de komst naar de studio. Jo, bedankt als vaste tafelgast. En natuurlijk onze kijkers, bedankt voor het kijken deze week. En vergeet vooral niet te reageren via onze website www.sve-excelsior.nl, via ons e-mailadres info@sve-excelsior.nl en via Twitter @sve-delft onder vermelding van hashtag SVETV.